De NV Energiebedrijf in Suriname, de EBS, heeft gisteren System Upgrade and Expansion gelanceerd. De EBS is daarvoor een samenwerking aangegaan met de Caribbean Development Bank, CDB. Dit project houdt in dat de EBS delen van haar netwerk zal vernieuwen. Volgens projectcoördinator Jerry Assea is het netwerk van de EBS zodanig verouderd dat het hoog nodig vervangen moet worden. Aan de launch van het project was ook een workshop gekoppeld. Op de workshop is onder meer aan de orde geweest hoe de EBS efficiënt het verouderde netwerk kan verruimen, zegt Assea. De workshop is heel belangrijk voor ons omdat we beter inzicht krijgen in de werkwijze van CDB. Verder wordt er ingegaan op een aantal processen die wij moeten doorlopen om in feite het geld vrij te krijgen. We hebben heel veel kunnen oppikken. We hebben geleerd dat het dus belangrijk voor ons binnen dit project het environmental. Dat moeten we ook allemaal gaan bewaken. Verder het legal, je legal gedeelte. Dat is ook belangrijk voor ons. En de processen die je allemaal moet bewandelen om in feite uiteindelijk het geld vrij te krijgen. Dat is heel belangrijk voor ons. Zodat we dat weten en dat in feite de afstemming intern afgedaan wordt. Het project wordt gefinancierd uit het fonds van de CDB en is geraamd op 98 miljoen Amerikaanse dollars. De samenleving is de eerste schakel die de verandering zal merken. Het project dat gisteren van start ging, loopt tot 2020. Het is natuurlijk de Surinaamse samenleving, dus wij gaan het profiteren van. We kunnen dus meer mensen aansluiten op het IBS-netwerk. Dat is heel belangrijk voor ons. Als we kijken naar Nikeri, zal Nikeri 2 solarparken hebben. Koroni zal een solarpark hebben. Verder komen er 5 nieuwe onderstations. En er komen ook 3 upgrades, 3 revisies van andere onderstations. En er komt een nieuwe transmissielijn. Dus dat zijn allemaal dingen die je gaat zien in het veld. Een solarpark is een alternatieve manier om in feite energie op te wekken. Dus je gaat dat doen met behulp van zonne-energie. Dat was Jerry Assea, projectcoördinator van de EBS. Het project loopt tot 2021. Assea sprak over de lancering van het Power Project Suriname Electricity System Upgrade and Expansion. De regering is hiervoor een samenwerking aangegaan met de Caribbean Development Bank. De launch van het project vond plaats in het courtyard bij Marriott Hotel.